Het is zaterdagavond en we gaan eten. En kijk hoe mooi mijn schat er weer uitziet. Die ganzen vliegen mooi in een V'tje. Geweldig hem. We vieren vandaag de verjaardag van mijn papa en mijn broer Joachim en zijn vriendin Finn. Dat is hier een super mooie zonsondergang en dat wil ik nooit missen. Check, it's on fire. Wauw. Mooi, hè? Mooi. Ik ben bij Mercedes nu. Kan je hier zien aan die ster hierboven? Die aan het raak is. En ik heb een leuke auto gekregen om 2 dagen mee te shooten. Dit is hem. Check dat af. Het is een AMG GT. Niet normaal. Hoe goed dat dit voelt. Oh, ik ben een klein beetje gespannen wel. Maar wat een mooie wagen is dat, man. Heb je dat gehoord? We zijn hier op een plaats dat je mag lawaai maken. Dus we gaan even de uitlaat laten horen. En hoe klinkt het? Kan nog eens op de gas duwen, hè? Maar je voelt de auto dus echt bewegen, hè? Ja. Zo klinkt dat ook, dat je die hoort bewegen. Het stresserende aan deze auto is dat hem zeer laag is. En hier zijn altijd in garages van die kleine drempeltjes. En we hebben al... Oh, dat is van mijn Mercedes. Classic! Mijn been is in kramp. Ah, dat is er een klein beetje tegen. Sorry, Mercedes. Goed? Dat is echt niet normaal. Ja. Ik ben vandaag de hele dag gaan filmen met de spectacles van Snapchat en met deze fenomenale Mercedes AMG. Ik ben moe, het is nu nog maar 4:40, maar filmen en shots nemen en denken wat moeten we allemaal filmen met Vincent, dat is echt super vermoeiend. En wat er nog vermoeiend is, is rijden met zo'n wagen, want dat rijdt zo altijd net ietsje meer op de snee. Dat is, adrenaline staat wat hoger en als je de hele dag zo'n hoger adrenaline level hebt, dan ben je wel moe s'avonds. Die auto is trouwens echt fenomenaal, echt waar. Dan gaat hij naar af, hè? Ja. Allee. Tada. Ik wil nog wat foto's nemen van de AMG en ik ben er voor in de Gavers in Haarlembeke. Oh, die auto, ik ben er echt verliefd op. Wat een zalig een bak. Ja. Vind je wel een car? Bijna hoe klein beetje intimiderend eigenlijk. Man, jongen, dat is echt impossible, jongen. Wat een altijd, jongen. Dat hebben we nog nooit gehoord, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Tijd om hem terug te brengen naar Mercedes. Ik heb er geen zin in. Maar hij is zo'n fantastisch beest. Kijk, een nieuwe truck. Je hebt hier een tapje en dan doe je je telefoon gewoon zo. Baaf. Goed, hè? Dat is echt wel goed, jongens. Mag ik testen? Ja. Dat is inderdaad vrij gemakkelijk. Ik heb dat gekregen van Case Company en ik doe... Allee,
Ik doe niet aan product placement, maar dat is gewoon echt leuk. Merci Kees Company. Ze komen er hier een metalen plaatje. Je moet dat daarin steken. Zie je ziet het zitten? Ja, dat zie ik iets. Voilà. En daardoor plakt dat. Daardoor wordt dat magnetisch. Hè. Goed, hè? Kijk goed. Dank u. Tot de volgende keer. Flo is hier. Flo is Snapchat Queen en zij wil de brillen testen. Kei spannend. Dank u. Ja? Oh my god. Ik heb actual stress. Dat vind ik wel fair, want die bril er echt goed uitziet. Echt? Maar het is niet zo'n superleuke high-tech bril dat je dat ziet. Ah, ja, voilà. Dat is het poetsdoekje voor de Snapchat bril. Nee. Doe eens open, doe eens open. Snapchat. Zie dit, een Snapchat spookje. Oh, ik ben goed. Avondwandelingetje in Kortrijk. Het is hier allemaal kerst. Goedemorgen iedereen. Het is 7 uur. Ik ben net aan het vertrekken richting Brussel. Ik heb vandaag heel veel afspraken. Het is donderdag. Ik heb mijn vergadering gehad met Elodie en Olivia en... Hoe is je naam? Julie. En je weet dat misschien, maar ze hebben een supercool kledingmerk. Hoe is dat naam? 4254. Ja, en je moet je zeker volgen op Instagram en op Facebook en zo. Hier staat de link. Toen, hè? Ja. Dat is een bril van Snapchat waarmee je kan filmen. Dat is okay. Misschien nog iets voor jou. Oké, ja. Het is 6 uur 30, ik ben klaar. Heel veel afspraken gehad vandaag. Nog één iets. Maar... Yes. Gaat-ie? Goed. En wat doe je? Ik wil wel meer inkomen dan vorige keer, dus als je straks nog eens kunt langskomen. Je moet een goede intro doen dan. Een goede intro. Hey, welkom bij Danira en Gasten. Hey. Is dat mijn vlog? Ah ja, hey, welkom in de vlog. Wat heb je vorige keer alweer? Hallo, dit is de vlog van Hannes Koenen. Dat is waar, dat is geen... Ja, oké. Okay, ja. Ik hallo, je vraagt je zeker af waar je bent. Hé, weer zo'n vervelende video. Het is 10 uur 30, ik ben aangekomen in Kortrijk. Ik ben voor het eerst met deze... Music for Life wagen. Hij is dicht. Ik werk volgende week de hele week mee met Music for Life, de warmste week. Tof, hè? Veel op de baan met die jeep. Mag ik kiepelen? Ré, kijk zijn papa. Kijk, er is nog een kaartje toegekomen voor jou. Oh. Wow. Oké, open doen. Starretjes. Never miss a chance to dance. Kijk eens voor jou, Ray. Heb je gekeken? Ja. Heb je gekeken? Wat is je eerste verjaardag hier in België? Ja. Bakker in wel. Ja, verjaardag. Ja. Dank je, Fanny. Coco, Fanny. Ja. Kijk wat er hard is bij Kopie Koffie. That's funny. Je zit al bezig met filmen. Ja, moet je op die knop duwen? Voilà, en je zou het gaan filmen. En dan kan ik filters leggen op iedereen. Nee, ja, dan moet je dat kan ook, ja, dat kan ook. Nee, je kunt niet iemand zien met een hondje zo in real life. Zo. Nee. Ja, maar het leuke is dat je geen camera meer nodig hebt nu. Hè. Je is niet meer aan het filmen. Je moet op die knop duwen. Ah, je hebt geen camera meer. Nee, ja, nee, dat is super handig.